Een trainingsveld ziet er overal zo uit, maar dit is een wedstrijdveld van de voetbalvereniging Jan van Arkel. Ja, als je dit hier ziet, hè, dan ben je natuurlijk al snel. Dan heb je je oordeel al geveld, dan weet je het gewoon. Dit is geen veld. Sinds de opkomst van het vrouwenvoetbal maken 21 teams gebruik van de twee velden van de club. Door de gaten en kuilen lopen de spelers meer risico op blessures. Volgens het CDA en de gemeente kan het zo niet verder en moet de gemeente met een oplossing komen. Ja, we weten allemaal dat het natuurlijk heel weinig geld is om hier overal zomaar kunstgrasvelden neer te leggen. Maar dit heeft nu een punt bereikt dat het echt niet verder meer kan. Dit is gevaarlijk voor onze kinderen. Ja, wij zouden gewoon gered zijn met één kunstgrasveld. Het is er maar eentje. Ja. En wat verlichting erom. Dan kunnen we het hoofdveld daarin omtoveren. En kan dit veld gewoon zijn wat het moet zijn, een voetbalveld. Een kunstgrasveld met verlichting kost tussen de 300.000 à 400.000 euro. De gemeente wil nog niet reageren op de kwestie.